Het late nieuws met Loretta Schrijver. Goedenavond. Een delegatie van de ANC-leiding vertrekt binnenkort naar Zuid-Afrika om met president de Klerk te praten. Dat is de bedoeling om onderhandelingen met de president over de toekomst van Zuid-Afrika voor te bereiden. Dat vertelde de ANC-leiding na afloop van een driedaagse bijeenkomst in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka. De ANC-top heeft gesproken over de strategie van de organisatie nu die gelegaliseerd is. Volgens de leiding in Lusaka is het ANC aan een reorganisatie toe en kan het zich weer in Zuid-Afrika vestigen. Nu in dat land de belangrijkste ANC-leiders zijn vrijgelaten, heeft het ANC twee groepenleiders. Sinds de vrijlating van Nelson Mandela was het de vraag wat zijn rol zou worden in de anti-apartheidsorganisatie. Mandela zelf liet direct na zijn vrijlating weten dat hij zich zou richten naar de wensen van de organisatie. De ANC-leiders in Lusaka hebben voor hem een minder belangrijke rol toebedacht dan voor zijn collega Sisulu. Die zal de reorganisatie van het ANC in Zuid-Afrika doorvoeren. In de ANC-delegatie die met de Klerk gaat praten zitten leiders uit Zambia en uit Zuid-Afrika. De ministerraad heeft het wetsvoorstel ingetrokken om het huurwaardeforfait te verhogen en de overdrachtsbelasting te verlagen. Het kabinet voorkomt hiermee dat het wetsvoorstel dinsdag in de Eerste Kamer wordt weggestemd. Het huurwaardeforfait is een percentage van de waarde van het eigen huis waarover de eigenaar inkomstenbelasting moet betalen. Het kabinet wilde dit percentage verhogen van 1,8 naar 2,3%. Een meerderheid van de Eerste Kamer liet eerder deze week blijken het wetsvoorstel niet te steunen. De regering trok daarom vandaag het voorstel in. Wat nu gebeurt is, in ieder geval onzerzijds, de zaak is even te laten rusten. Dan krijgen we in juni de behandeling van de nota volkshuisvesting 90er jaren van staatssecretaris Heerma in de Tweede Kamer. Dat gaat over veel meer natuurlijk als over huurwaarde, maar dat speelt daar ook weer een rol in. En je mag dus aannemen dat bij die gelegenheid als het ware de politieke discussie en het debat herleeft. Met het kabinetsbesluit komt een einde aan een lange politieke discussie over het huurwaardeforfait. Rekeningrijden in Nederland gaat definitief door. Op het moment dat in Noord-Holland een nieuwe Koentunnel klaar is, wordt dit een toltunnel. Tijdens de spits zal de tol automatisch hoger worden. Het kabinet heeft daartoe besloten. Om te voorkomen dat de nieuwe tunnel gemeden wordt, zullen alle tunnels in Noord-Holland op elektronische wijze toltunnels worden. Als het systeem in Noord-Holland blijkt te werken, zal het ook gebruikt gaan worden bij de tunnels die in de omgeving van Rotterdam gebouwd zullen worden. De tolgelden zullen gebruikt worden voor de exploitatie van de tunnels en voor verbetering van het openbaar vervoer. Het Amerikaanse booreiland Gilbert Roe, dat gisteren bij de Maasvlakte aan de grond is gelopen, is vanmiddag vlot getrokken. Drie sleepboten van het bergingsbedrijf Smit Internationale hebben het gevaarte zonder problemen van een zandbank losgetrokken. Het platform was op weg naar een werf in de Botlek omdat de poten moesten worden verlengd. Het raakte op drift omdat de motoren van een van de sleepboten uitvielen. Het lostrekken van de Gilbert Roe bij Hoek van Holland vandaag verliep zonder problemen. Om 16:45 was het platform los. Volgens een woordvoerder van de bergingsmaatschappij heeft het booreiland geen schade opgelopen. In tanks op het booreiland bevindt zich 72 ton gasolie, maar die heeft volgens de kustwacht ook geen gevaar opgeleverd voor het milieu. Het booreiland wordt nu eerst naar de haven van Rotterdam gesleept. Vervolgens gaat het alsnog naar zijn aanvankelijke bestemming, de Verolmewerf in de Botlek. De Roemeense minister van Defensie, Nicolae Militaru, heeft ontslag genomen. Woensdag eist de Roemeense militair het aftreden van generaal Militaru en van de minister van Binnenlandse Zaken Mihai Cicak, omdat beide ook nog onder dictator Ceausescu hebben gediend. De nieuwe regering stelt een onderzoek in naar de rol van het leger tijdens de revolutie van vorig jaar. Het personeel van Heineken mag doorgaan met staken. Volgens de president van de rechtbank in Amsterdam is de staking bij de Heinekenbrouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch rechtmatig. Heineken had via een kort geding tegen de industriebonden van FNV en CNV willen bewerkstelligen dat de stakers weer aan het werk zouden gaan. Woensdag brak er bij de twee vestigingen een staking uit die door de bonden werd ondersteund. De reden was een op handen zijnde reorganisatie bij het bedrijf, waardoor 700 arbeidsplaatsen verdwijnen in Zoeterwoude en Den Bosch. De internationale afdeling in Amsterdam zou worden gespaard. De president van de rechtbank gaf de bonden gelijk dat ze niet over de reorganisatie in deze vorm willen praten en de staking steunen. De sterkste telescoop die ooit gebouwd is, gaat in april de ruimte in. Dat zei de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vandaag. De ruimtetelescoop is ook een beetje een tijdmachine. Alles aan de ruimtetelescoop is futuristisch.
Het ding is groter dan een bus. En omdat die boven de dampkring zweeft, kunnen wetenschappers er 400 keer meer door zien dan door telescopen die op aarde staan. De ruimtetelescoop ziet niet alleen verder in de ruimte, maar ook in de tijd. Liefst 15 miljard jaar terug. Dat is om en nabij de oerexplosie. Dat komt doordat je lichtzwakkere objecten kunt waarnemen. Dat betekent dat je objecten kunt waarnemen die verder weg staan. En omdat de lichtsnelheid beperkt is, betekent dat je signaal er ook langer over gereisd heeft. En dat je daardoor naar een ouder signaal kijkt. De telescoop geeft geleerden ook een blik in de toekomst. Met deze telescoop zullen de waarnemingen gedaan kunnen worden waarbij inderdaad afgeleid kan worden of het heelal oneindig uit zal dijen of dat er een moment in de tijd zal zijn dat dat zou ophouden. De Hubble Space Telescope, zoals het ding officieel heet, gaat met de Space Shuttle het heelal in. En eens in de 5 jaar komt de shuttle langs om het gevaarte een servicebeurt te geven. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk draagt samen met NASA de kosten, 2 miljard. Uit Nederland komt apparatuur voor de reusachtige camera's aan boord van de telescoop. De Amerikaanse fotograaf Charlie Cole is de winnaar van de World Press Photo 1990. De winnende foto van een jonge Chinees die in zijn eentje een tankkolonne tegenhoudt, is gemaakt tijdens de studentendemonstraties in Peking in juni vorig jaar. De foto van Cole is gekozen uit ruim 11.000 inzendingen. Volgens de voorzitter van de jury, Michael Rand, symboliseert de foto de opstanden in de wereld van het afgelopen jaar. What it is extremely strong without being violent. It symbolizes the individual man up against the repressive regime. It's the ordinary man against the military juggernaut. And I think it's a picture and a symbol which will last in our memories for a very long time. In de Verenigde Staten zijn mooie handelscijfers bekendgemaakt. Het Amerikaanse handelstekort voor 1989 bedraagt ruim $108 miljard. Sinds 1984 is dit cijfer niet zo laag uitgevallen. Een positief signaal voor de beleggers, zou je zeggen. Maar de beursdag in New York viel tegen. De handelscijfers werden genegeerd en de Dow Jones sloot 14 punten lager op 2635,55. De dollarkoers reageerde wel sterk op de economische cijfers nadat de koers bij de publicatie omhoog was geschoten naar 1,92 gulden, volgde halverwege de beursdag een flinke terugval. De munt sloot op net onder de 1,89 gulden en dat is een verlies van ruim 2 cent. Op de Amsterdamse beurs lagen de meeste fondsen er rustig bij, maar 4 fondsen wisten alle aandacht op zich te vestigen door aanzienlijke koerswinsten te noteren. Het ging om OC van der Grinten, Unilever, Netlooyd en Koninklijke Olie. De koersindex algemeen sloot de week af op 194,3 en dat is 0,18 punt hoger dan gisteren. En dan nog een sportbericht. Ajax-doelman Stanley Menzo speelt aanstaande zondag mee in de wedstrijd tegen PSV. Menzo kreeg woensdag een rode kaart in het bekerduel tegen Fortuna Sittard. Maar de tuchtcommissie van de KNVB heeft tot op vandaag nog niet alle rapporten over het incident binnen om de Amsterdammer eventueel te schorsen. De tegelijk met Menzo uit het veld gestuurde René Maassen van Fortuna kan eveneens zondag gewoon spelen tegen Den Bosch. En dan nog het weer. Goedenavond, het weer voor de komende 4 dagen. Morgen helaas een bewolkte dag. Ik denk dat uit die bewolking nog wel wat regen of motregen valt. De wind die trekt aan uit het zuidwesten. Het is niet koud, 7 tot 10 graden. Voor de zondag denk ik dat de regen weggetrokken is naar West-Duitsland. Wat opklaringen, graad of 10 en dan wordt het weer droog en een rustig windje. En dan voor de maandag. Ik denk dat we maandag heel zacht weer hebben met temperaturen tot 12 graden. Af en toe een klein beetje zon. Ik heb het op 2 tot 4 uur geschat. En dan de dag erop voor de dinsdag, denk iets minder. Er komt veel wind, een zuidwestenwind, misschien zelfs wel tot stormachtig toenemend. Bewolkt, 0 tot misschien een uurtje zon, maar dat is me al veel geschat. En ik denk dat de temperatuur op 10 graden uitkomt. Een heel fijn weekend. Een heel fijn weekend. Dit was het laatste Veronique Nieuws van vandaag. Goedenavond. Straks bij RTL Veronique, de hoofdfilm van vanavond. Nu eerst... That's it, we won the bet.
I think he's eaten the entire menu. I think he's done it. Hold on. Okay, you had the chicken, right? It's right there. You had the chili cheeseburger, right? Pepsi? What about this other cola? He doesn't drink any other cola. That's all. Everything on the entire menu. Stanley, you're not gonna really make him drink that. All right, it's on the house. Get out of here. You guys kill me, man. You kill me.